zijn een heleboel hervormingen in de langdurige zorg afgekondigd door dit kabinet. Nog maar eens even in herinnering roepend, waarom is dit nou nodig? Ik denk dat er voor mijzelf speelt dat er steeds drie redenen zijn die mij motiveren omdat deze hervorming moet. En de eerste plaats is dat toch het onderwerp kwaliteit. Als je kijkt wat mensen in toenemende mate zelf willen als ze naar hun eigen toekomst kijken, zeker als we in een samenleving zitten die grijzer wordt, vergrijzer wordt, worden gelukkig allemaal ouder, maar dat komt soms ook met gebreken en soms ook steeds meer met gebreken naarmate we ouder worden. Dan is de vurige wens van hoe kun je zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. En ja, de kwaliteit hoe we dat in Nederland georganiseerd hebben, dat kan echt ook beter. Dat kan echt beter. Dat is dus als één. Twee is, als het dan thuis niet langer gaat en dan moet je ook aanspraak kunnen maken op goede zorg in een instelling. Daar praten we eigenlijk ook al jaren over, wat is nou de kwaliteit van die zorg in een instelling. En kan die nou niet omhoog en wat betekent dat dan? Hoe houden we rekening met veranderende wensen ten aanzien van de kwaliteit van leven ook in een instelling? En de derde, zeg ik er altijd eerlijk bij, dat is ook de houdbaarheid van ons systeem. Ik denk dat wij in Nederland, ik ben daar zelf in ieder geval hartstikke trots op, wat wij in Nederland bereikt hebben op het gebied van langdurige zorg. Als je dat vergelijkt met andere landen, dan hebben we echt een systeem waar je met recht trots op kan zijn. En het kost veel geld, mag veel geld kosten, maar het kost ook echt veel geld. We geven ongeveer 2,5 keer zoveel uit als de ons omringende landen. Daar is op zich niks mis mee. Maar we betalen nu al gemiddeld per Nederlander zo'n 3000 euro AWBZ-premie. En bij ongewijzigd beleid gaat dat verdubbelen. En dat is onhoudbaar. En als dat onhoudbaar is, betekent dat we straks geen langdurige zorg zouden kunnen regelen en garanderen voor mensen die het echt nodig hebben en die het misschien niet zelf kunnen betalen. En dat is mijn grootste angst is, als we nu niks doen, dan kunnen we er niet voor zorgen dat in de toekomst zorg voor kwetsbare mensen ook gegarandeerd blijft. Want dan zegt u, dan keert gewoon de bal het schip. Ja, kijk, het is, je kan er heel dramatisch over doen of niet. En ik hoor ook wel eens hele grote verhalen erover van welke enorme operaties nu plaatsvinden. Maar laten we het ook even nuanceren. Als alle plannen die er nu zijn, als we die gaan uitvoeren, dan geven we in 2017 straks net zoveel geld uit als we in 2013 gaan uitgeven. Dus dat is de relativering. En er wordt best fors ingegrepen, maar het is ook weer niet zo dat er een enorme grote ombuiging is. Er moet fors worden ingegrepen aan de ene kant. En je moet ook bedenken dat alle langdurige zorg wordt betaald uit het AWBZ-fonds. Dat is het fonds waarin alle premies gaan. Dit jaar is er een tekort op dat AWBZ-fonds van 4,5 miljard. En dat is al meer dan alle bezuinigingen die we in 4 jaar gaan doen. Dus die houdbaarheidsvraag, dat is echt een vraag waar we ons mee bezig moeten houden in het belang van de langdurige zorg. Vandaar ook dat er dan sprake is, in plaats van de AWBZ, van een zogenaamde kern-AWBZ. Daar horen dus ook weer nieuwe toelatingscriteria bij. Wat betekent dat nou concreet voor mensen die daar een beroep op doen? Kijk, eigenlijk sluiten we aan bij iets wat al decennia lang gaande is. Ik denk dat vanaf de jaren 80 altijd zo is dat die trend dat mensen langer thuis willen blijven wonen zich al lang vertaalt in veel minder plekken in verzorgingstehuizen en meer plekken in verpleeghuizen. En dan zie je dat, en soms werden verzorgingshuizen eigenlijk vanzelf verpleeghuizen, omdat dat mensen betrof die dan waarin wonen en zorg als het ware zodanig aan gekoppeld zijn, geen eigen regie meer hebben, geen mogelijkheid meer om dat zelf te organiseren, dat je dan zeg maar integrale zorg nodig hebt waarin wonen en zorg gecombineerd is. Wij zullen proberen die nieuwe aanspraak voor die kern-AWBZ niet te definiëren in termen van ZZP's, maar meer in termen van hoeveel eigen regie kun je nog voeren, hoe zelfstandig kun je huishouding voeren. Nou, dus niet meer. Dus wat kan je nog wel in plaats van wat kan je niet? Ja. Maar goed, ik heb ook vanuit een aantal mensen begrepen dat er toch ook wel een groter beroep zal worden gedaan op mensen met een wat lichtere beperking. Dus dat je toch eigenlijk meer zelfredzaam moet worden. Nou ja, kijk, dat heeft met die lange termijn houdbaarheid te maken. Als we dus in een samenleving komen waarin mensen steeds ouder worden en waarin we ook rekening moeten houden dat het aantal mensen wat zeg maar zware langdurige zorg nodig heeft en je wilt dat blijven garanderen, dan moet je zeg maar de niet lijfsgebonden zorg hè, rondom huishoudelijke hulp of begeleiding, waarvan we zeggen van ja, kunnen we daar nou niet proberen om dat meer in eigen kring of zelfredzaam mee te zijn. Ofwel zelf of in eigen kring te regelen. Juist om ervoor te zorgen dat je op de lange duur die wat zwaardere zorg, die lijfgebonden zorg voor de kwetsbare mensen het meest overeind houdt. En dat betekent inderdaad dat ik het issue op tafel heb gelegd van laten we nou eens opnieuw nadenken
van wat kunnen we zelf, wat kunnen we in eigen kring oplossen voordat we te snel als het ware een beroep doen op het overheidsgeld. Ik merk overigens als ik daarover praat, dat het ook heel gauw ook een beetje in het belachelijke wordt getrokken. Hè? Zo van, ja, maar moet dan de buurman de billen gaan wassen? Het grappige is, ik wilde een voorbeeld geven waardoor het eigenlijk niet zo belachelijk werd getrokken. Erik Dannenberg, wethouder uit Zwolle, was hier vanochtend en die gaf aan dat hij er ook probeerde op die manier over na te denken. Die zegt, nou, je zou toch eens wat meer moeten bedenken over wat buren inderdaad voor elkaar kunnen betekenen. Hij vond het ook niet raar dat je bij wijze van spreken bij mensen aanbelt. En een van de mensen hier in de zaal merkt ook op van, ja, maar in hoeverre kun je dat beroep nou op die omgeving doen? En gaandeweg het gesprek was toch wel duidelijk dat als een professional die vraag stelt, dat het vaak weer anders wordt ervaren dan als de buren zelf het initiatief nemen. Met andere woorden, als het echt van mensen zelf is. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik denk dat het een beetje een combinatie is. Hè. Er is wat met een duur woord ook wel eens genoemd wordt, een enorme vraagverlegenheid en ook misschien wel een aanbodverlegenheid. In een vorige baan hebben we met een aantal bedrijven een soort website opgezet, We Helpen heette die. En dat ging over een soort marktplaats voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Opvallend was dat in het begin van die pilots de aantal mensen wat zei van, nou, ik wil best wat doen, maar ik weet niet hoe, groter was dan de vraag. En dat soms mensen erachter kwamen dat dat ze zeiden van, ik wil best wat doen. En via die website erachter kwamen dat het eigenlijk de buurvrouw was, twee huizen verder, die wel precies een vraag had. Maar soms is het zo, en dat is bijvoorbeeld een impuls die we willen geven aan de wijkverpleegkundigen, dat ook wel een beetje georganiseerd moet worden. Ja. En nou ja, zo'n wijkverpleegkundige bijvoorbeeld is heel goed in staat om dat te doen, denk ik. Nou, je kunt ook zeggen, dat is een beetje de weerspiegeling van hoe wij als bevolking zijn opgevoed door onze eigen overheid. Namelijk, er is ons heel veel, ja, klinkt een beetje negatief, afgenomen, geprofessionaliseerd. Dat wordt voor u gedaan. En het is natuurlijk eigenlijk weer een soort nieuwe gewenning dat je het initiatief weer naar jezelf zou kunnen halen. En dat je zelf weer verantwoordelijk wordt voor een gedeelte van die zorgverlening. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat een gewenningsproces is. Ook een discussie die we met elkaar moeten voeren. Tot hoever ga je dan? Ik heb bijvoorbeeld zelf ook gezegd, ook in antwoord op vragen die ik erover kreeg, van, ga je dat dan verplichten? Ik denk dat je dat niet kan verplichten. Als je dan geholpen wordt, iemand die dat verplicht is te doen, dan weet ik ook niet of je heel goed geholpen wordt. Maar ik merk ook in allerlei werkbezoeken die ik afleg bij gemeenten en die samen met zorgaanbieders en verzekeraars bezig zijn om dit te doen, dat de vraag stellen en te kijken of je dat georganiseerd krijgt en goede afspraken maken tussen informele en formele zorg vaak leidt tot allerlei arrangementen waarvan mensen toch eigenlijk ook zeggen van, ja, zo kan het eigenlijk ook. Dat betekent wel dat je een stuk creatiever moet worden als zorgorganisatie, als wijkverpleegkundige, als mantelzorger. En dat je niet meteen op de vingers moet worden getikt door de boven jou gestelde die zegt, dat staat niet in het behandelplan of dat wordt niet vergoed. Hoe krijgt u dat soort gedrag nou tot norm? Ja, een van de moeilijkste klussen die ik ga krijgen is in de verdediging van al deze plannen, van hoe wij er aan de ene kant voor zorgen dat er duidelijkheid is van waar kun je nou een beroep op doen, tot waar ga je. En tegelijkertijd ook zorgen dat gemeenten en zorgaanbieders voldoende ruimte houden in dat proces. Want als we zeggen er moet meer maatwerk worden geleverd, en in plaats van dat het zogenaamd voor iedereen gelijke rechten, dan moeten zorgaanbieders en gemeenten ook de mogelijkheid hebben om dat maatwerk dan ook met elkaar af te spreken en te vinden. En als er te veel Haagse regels komen, dan gaat het dus juist niet. En een van mijn taken is, denk ik, straks ook om in discussie met de Tweede Kamer, als we die nieuwe wetgeving gaan maken, ja, om voor zorgaanbieders en gemeenten voldoende ruimte te houden. En ook te verdedigen als het af en toe niet gaat zoals in Den Haag gedacht werd. Ja, want dat brengt me ook wel op een vraag die professor Rotmans hier naar voren bracht. Gaan we nu het zometeen zoveel mogelijk naar het lokale niveau wordt gebracht, niet het kans lopen dat het daar weer een soort mini-Den Haag wordt? Alleen dan op 200 of 300 plekken tegelijk. Ja, nou ja, dat is precies de discussie die ik nu bijvoorbeeld aan het voeren ben met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Om te kijken van of we voldoende ruimte voor maatwerk kunnen bieden zonder dat dat helemaal vast ligt in de regelgeving. Als we, er zijn iets van 400 gemeenten. Als we dan 400 gemeenten maal het aantal aanbieders doen en we gaan allemaal ingewikkelde onderhandelingen krijgen, dan weet ik hoe het loopt, namelijk niet goed. Nee. Als we willen dat het echt anders gaat, dan moet zowel zorgaanbieders als gemeenten moeten de nodige ruimte hebben om daar, ja, ook gewoon nieuwe uitvindingen te doen. Ik zeg steeds, dit is niet de operatie van Rijkstaken gaan naar de gemeente met minder geld. Het budget gaat naar de gemeente, daar zit ook een bezuiniging op, maar dan moeten we de ruimte bieden om voor gemeenten en zorgaanbieders om het ook echt anders te doen, want anders gaat deze operatie niet lukken. We komen straks nog wel op een aantal vervelende randjes of vragen. Maar het is in ieder geval dus heel belangrijk om aan verwachtingsmanagement te doen. Dus ook uit te spreken van, dames en heren Tweede Kamerleden, begin nou niet bij het eerste geringste dingetje wat weer misgaat de vinger op te steken of kamervragen te stellen, want dan regelen we het weer helemaal dicht.
Dat klopt. En ik zei net al, dat is een van de moeilijkste vragen waar we voor staan. Want aan de ene kant willen we natuurlijk een aantal waarborgen hebben, bijvoorbeeld rondom kwaliteit. Of dat niemand tussen wal en schip gaat. Of dat er een goede toegang is tot die intramurale zorg die dan soms nodig is. We willen dan natuurlijk ook dat er waarborgen zijn. Maar voor het slagen van de operatie is voldoende speelruimte nodig, voldoende onderhandelingsruimte nodig om dat maatwerk voor elkaar te krijgen. Kijk, andersom geredeneerd. Ik heb wel eens de vraag gesteld van, verwacht u nou niet dat door die decentralisatie er heel veel verschillen gaan ontstaan tussen gemeenten? En ik heb gezegd van, ik hoop dat er heel veel verschillen gaan ontstaan tussen mensen. Want nu doen we met z'n allen alsof er dus één verzekerd recht is voor iedereen en dan denken we dat iedereen gelijk behandeld wordt. Maar omdat mensen verschillend zijn en verschillende behoeften hebben en een verschillende sociale omgeving hebben, is het nou juist zo belangrijk, overigens ook uit een oogpunt van gelijkheid, om te kunnen rekening houden met die verschillen. Ja. En mijn ideaalbeeld is dat we een situatie krijgen waarin het duidelijk wordt wat die verschillen zijn en dat we veel meer zorg op maat kunnen gaan leveren. En ik ben ervan overtuigd dat dat kwalitatief beter is, dat het aansluit op wat mensen willen en dat het in heel veel gevallen ook nog efficiënter en goedkoper is. Maar nu even wat pijnpuntjes. Er wordt nu al zichtbaar, omdat iedereen natuurlijk toch een beetje naar elkaar zit te kijken. Het Rijk heeft deze nieuwe maatregelen nog niet goedgekeurd gekregen door de Tweede Kamer. Dus zeggen gemeentes, ja, we weten nog niet precies waar we aan toe zijn. Dus zeggen instellingen, ik kan nog steeds geen contract met die gemeente afsluiten. En dus vallen er ontslagen. Ik geef maar een simpel voorbeeld. Of mantelzorgers, die het toch al behoorlijk pittig hebben, beginnen zich te realiseren dat er met deze nieuwe maatregelen nog wel meer op hun schouders zou terecht kunnen komen. Met andere woorden, het is denk ik ook wel belangrijk om van u te horen, wat misschien wel even de scherpe kantjes zouden kunnen zijn, of waar we rekening mee moeten houden de komende jaren. Kijk, als je de zorg anders gaat organiseren, dan gaat dat ook een enorme beroep doen op het anders organiseren van zaken die nu geregeld zijn. Het zal, als je gemeente bent en je moet nu veel breder kijken dan alleen maar die WMO, en niet alleen maar naar welzijn, maar ook naar de zorgaspectenkant en ook naar de jeugdzorgkant, dan is dat een geweldige nieuwe taak die op de gemeente afkomt. Dus dat is niet zo van, doe er een stukje WMO bij, oh dat wisten we al en dat kunnen we zomaar uitvoeren. Dat vereist andere competenties, dat vereist kennis van zorg die je nodig hebt, die je nu nog niet helemaal hebt. Het vereist ook kennis van jeugdzorg die er nog niet is. Dus dat is een enorme investering van gemeenten die, waar echt nog heel veel aan moet gebeuren, wil dat goed gaan. En hetzelfde geldt voor zorgaanbieders. Als wij zeggen kleinschaliger organiseren, misschien wel buurt- en wijkgericht, is dat minstens ook een reorganisatie van je eigen bedrijf en misschien wel ook een inkrimping van je eigen bedrijf. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. En de kunst is om dat voor te blijven te voorzien, daar zelf ook regie op te voeren. En ook zorgen dat er tijdig goede afspraken komen, bijvoorbeeld tussen zorgaanbieders en gemeenten. Bij de jeugdzorg hebben we nu gezegd, het gaat niet om een soort macro-transitieplan om de wet en regelgeving te maken. Wij willen dat gemeenten en hun zorgaanbieders anderhalf tot twee jaar van tevoren al afspraken gaan maken. Hoe zal die contracteren er ongeveer eruit gaan zien? En ik zeg tegen gemeenten, ga nou niet al het wiel opnieuw uitvinden. Er zijn helemaal uitstekende aanbieders waar je alvast nu mee kan praten hoe je dat met elkaar gaat doen. Maar omgekeerd zeg ik ook tegen aanbieders, denk nou niet dat het op dezelfde manier gaat zoals het nu gaat. Je zal ook over je eigen organisatie moeten nadenken. En soms wordt er ook op geanticipeerd. En ik zie ook wel dat het ook soms ten koste kan gaan van de werkgelegenheid zoals die nu georganiseerd is. En er wordt ook wel eens door mensen gezegd, juist de voorhoede. Mensen die met experimenten zijn begonnen, zoals een PGB of andere vormen van organiseren, die worden soms gestraft. Wat betekent het bijvoorbeeld voor iemand die een PGB heeft, deze hervormingen? Nou, wij willen in de nieuwe wet en regelgeving ook een persoonsgebonden budget of een persoonsvolgende organisatie mogelijk maken. Maar het is ook wel nodig om veel scherper te kijken van wanneer wel en wanneer niet. Ik heb afgelopen week discussies gehad over wat dan oneigenlijk gebruik van zorg is, om het woord fraude te vermijden, want die echt in veel gevallen niet op zijn plek. Maar tegelijkertijd zie je ook wel dat de toegang tot de zorg, ook wanneer het ging om persoonsgebonden budgetten, je af en toe zei van ja, is het nou verstandig om in dit geval met die persoonsgebonden budget te werken, als we de zorg ook op lange termijn overeind willen houden. En dus ook hier is het elke keer weer een beetje balans vinden in termen van zelfregie en zelf dingen op orde brengen. En wat je niet kan krijgen vanuit de zorginstelling, hartstikke goed instrument. Tegelijkertijd heeft het ook tot een enorme toename van zorg geleid die echt wel zorgwekkend is als je naar de toekomst kijkt. Dus ook hier zal het ook weer gaan om, we willen het instrument handhaven, maar we willen het wel toekomstbestendig maken. En dat betekent soms ook versoberen. Nou, ik vraag het ook omdat we er hier gaandeweg vanochtend op uitkwamen dat het uiteindelijk niet alleen maar een kwestie is van een stelselverandering, maar eigenlijk ook van een daarachterliggende mentaliteit.
niet uitgaan van financieringstromen, maar van maatschappelijke toegevoegde waarden. Niet uitgaan van de regie uit een instelling of het Rijk of een gemeente, maar de regie bij mensen zelf. En een aantal van de voorbeelden, zoals een PGB, waren natuurlijk juist bedoeld om inderdaad iets van die andere waarden te gaan introduceren. En voor mensen hun gevoel wordt dat nog wel eens bestraft, omdat nog steeds het echte verhaal, dat grote achterliggende stelsel, die kanteling niet maakt, die niet meebeweegt. Gaat dat dan nu wel gebeuren? Nou ja, ik hoop oprecht van wel, want we zullen niet zoveel keus hebben om dat niet te doen. We moeten voorkomen dat de wal het schip keert. En wat ik positief nieuws vind is dat als ik zo'n beetje in het land kom en bij gemeenten, zorgaanbieders terechtkom die hierover mee bezig zijn aan het nadenken zijn, dat er echt al ongelooflijk veel goede voorbeelden zijn. Het lijkt er overigens wel een beetje op dat in die gebieden waar van oudsher wat meer sociale samenhang was, of vanuit traditie of vanuit de geschiedenis of de historie, dat dat makkelijker lijkt te gaan. Dus we moeten heel goed naar die goede voorbeelden kijken. We hebben nog even, maar ik ben de laatste die zegt dat dit een makkelijke operatie is. Dit is een operatie die het werk van gemeenten, zorgaanbieders, zorgverleners raakt, maar ook het nadenken zelf van wat kan ik zelf en wat kan ik eigenlijk vragen. Dus in die zin is die cultuurkant, die maatschappelijke discussiekant, die moeten we minstens zo goed voeren. Want het is niet alleen maar zwarte letters op wit papier en regelgeving wijzigen. Nee, het is dus ook een culturele verandering wat dat betreft, over hoe we ons naar elkaar toe gedragen en waar we ons precies op afrekenen. Hoe we als samenleving met kwetsbare mensen willen omgaan. Kijk, we hebben het heel vaak met elkaar over de inclusieve samenleving. En dan dat definiëren we vaak als van, ja, er moet in wet en regelgeving moet een paar keer het woord inclusief komen te staan. Maar de inclusieve samenleving gaat over onszelf. Hoe wij zelf omgaan met kwetsbare naasten. En het zou heel goed zijn om die discussie parallel aan deze hervorming met elkaar te voeren.